Ik loop hier vol spanning, maar ook vervuld met eer, want ik mag de nominaties van de Sonja Barend Award bekendmaken. De tv-prijs voor het beste tv-interview van het jaar, georganiseerd door de VARA-gids. En dat doe ik niet alleen, maar met Marielle Tweebeke, de winnaar van vorig jaar. Nou, vorig jaar gewonnen. Ja, ik vind het een prachtige prijs. Ik ben groot fan van Sonja Barend. Ik heb hier een gouden envelop voor ons beiden. Heel mooi. Maar voordat we beginnen, we kunnen natuurlijk niet de nominaties bekendmaken zonder goed tromgeroffel. En daarom hebben we de populairste drummer van Nederland geregeld. Wow. Take it away, Cesar. Geweldig, Cesar. Ja. De nominaties voor de Sonja Barend Award 2023 zijn... Eva Jinek met haar gesprek met Camille van Gestel in Jinek. Pieter Jan Hagens met Henk Kamp in Buitenhof. Cornald Maas met zijn gesprek met Frederik Spiecht in Volle Zalen. Carrie ten Napel met Moeders over dochters en euthanasie in Op 1. En dan hebben we Kiva Alouche met zijn gesprek met Bridget Maasland bij De Kist. Rutger Kastricum met Ben van der Kooi in gesprek in Rutger en de Nationalisten. En dan een hele leuke voor jou, Galit. Galit Kassem met jouw gesprek met Dirk Bolt in Galit en Sophie. En als laatste Sven Kokkelman en Thijs van der Brink in gesprek met Mona Keizer en Caroline van der Plas in Op 1. Prachtig lijstje. Het is ongelofelijk. Cesar, doe nog maar even iets. Ik ben namelijk iets vergeten. Nou? Ik zie nog een naam op mijn lijstje staan. De negende genomineerde is Marielle Tweebeke in gesprek met Pieter Omtzigt. Nee. Is echt zo. Nee, echt waar? Ja, is echt zo. Nee. Ik maak geen grap. Wauw.